Kamerads, welkom terug bij deze nieuwe video van Assassin's Creed Odyssey. We zijn eindelijk terug, ik ben geen hamster meer. Dat zullen we zien, alleen hier zien we, ik weet niet of je het goed ziet op de camera, maar hier is het nog een beetje geel, dat is van de... Hallo? Camera? Ja. Dat is van de bloeduitstorting, ja, van het trekken van de tand, nu dat de zwelling weg is, begint dat te komen. En het gaat beter ook, dus daar ben ik blij mee. Ik ga proberen, ik ga zien hoe lang dat dit gaat lukken. Dus ja, zoals jullie zien linksboven, enter de arena. Ik heb eindelijk de arena gevonden. Die was echt ongelooflijk, die zit blijkbaar helemaal... Wacht, ik ga even uitzoomen. Als de map laat. Oké. Ja, die zit hier helemaal rechts van onder. Serieus, je begint... Je begint daar, hè. De arena zit helemaal aan de andere kant. Maar oké, we staan dus bij de quest. Dus ja, we gaan beginnen. Wat moet ik hier doen? Dus... Mount, oké. Voilà. Oké. Eindelijk een arena. De ex-hamster daagt de arena uit. Vecht in de arena, we zien wel. Dat we allemaal moeten doen. They aren't many, but they're heroes of the arena. Those who earned an honorable death. The others are buried in unmarked holes far from here. Nobody remembers them. When your time comes, do you think you'll be worthy of the title hero, Mister? Yeah. Op zijn minst. Maar ik weet niet, ja, zou je zo arrogant zijn of niet? Ik heb wel een reputatie. I'd be more than worthy to rest here if someone proves strong enough to kill me. I've heard tales of you and your exploits, Mistyos. Impressive, if they're true. Depends on what you've heard. I've heard a lot. A warrior adventuring across the land. Sometimes they're half beast or half god, but always an eagle bear. Tell me, true. Is any of it true? You must say, there is some truth in these stories, but they're mostly fantasy. Good answer. I don't care if the stories are true. I can see you have it in you. A capacity. Dat blijft het goede antwoord. Dat ik een god ben en zo, ja, ik weet niet. Ik heb wel een leuke speer. Alexios. If you want to truly live, Alexios, to become a hero of the arena. And to win riches beyond your wildest dreams. Dude, ik heb 63.000 drachmen meer. Ik heb meer dan jou waarschijnlijk. I'll fight in your arena. Kom dan. Take my boat and head up the Pefka coast towards the shipwreck and into the mouth of the valley. There, you'll find the entrance to my arena and Skura, who handles my fighters. If he sees what I see in you, I think you have much to be excited about. Oké, nice. Maar er was daar een beetje verderop ook nog iets, dus ik weet niet wat dat is. Waar is... Noemt dat paard eigenlijk nu weer al? Ik ben de naam van dat paard vergeten. Staat dat hier niet bij? Even kijken, wat is de naam van dat paard? Epix, Fobos. Oké. Okay. Een blacksmith. Misschien kan ik iets upgraden met al mijn drachmier. How may I help you? Die is interessant te kopen, was dat een boog? Nee. Dat is een soort zwaard. Nee, ik gebruik geen zwaard. Misschien kan ik wat materialen kopen. Nee, ik heb er genoeg. Upgrade. Deze. 13 dus. We kunnen het maar doen, hè, ja. Kom nog mee. Prijs omdat dat niet legendary is. If I can help you again, let me know. Even kijken.
Waarom doe ik deze niet aan? Wat heeft die toch? Daar is het heavy web. Oh. Oh, die is veel beter. Och ja, heb ik hier nog iets interessants? Nee, oké. Nog iets. Kan ik nog iets upgraden? Even kijken. Ja. Ik zal het maar doen. Het kost toch niet zoveel. Ik heb er 24.000 doorgesmeed, maar ja, maar niet. Engrave heb ik nog nieuwe engraves unlocked eigenlijk. Hier zit er nu 9% damage op. Ja, dat is wel goed. Of 8% warrior damage. Nee, wat staat er op mijn knot? 8% warrior damage. Dat is goed. Op mijn boog staat er 8% hunter damage. Dat is goed. Oh, nog eens snel nakijken. 8% hunter damage. Ja, want ik heb een beetje hunter damage nodig. Anders doet mijn boog helemaal niks. 8% half is goed. Hier 8% half ook. En 16% fire damage. Voor mijn fire ability. Oké, okay, dat is goed. Let's go! Langs waar gaat hij ons sturen eigenlijk? Waar is dat? Daar. Daar ga ik niet makkelijk aan kunnen, zeker. Hop. Ja, sowieso helemaal rond gaan. Oké, kan ik afsnijden? Let's have a look of ik kan afsnijden. Oh, tot nu toe ziet het er goed uit. Ik ga toch een beetje moeten opletten, want ik voel het wel. Maar ik ga me niet overdoen. Oh, kijk, ja, ik kan hier. Er is er nog een kamp. Ik ga er even door crosshassen. Oh, ik kan hier niet door. There will be trouble if I'm spotted here. Dood of zo, er was. Ah ja, ik heb die al gecleared. Toen ik hier toe kwam. Een tijdje terug. Ik heb deze game ook eigenlijk niet gespeeld, dus we gaan nog zien hoe dat kan vechten. We zijn er bijna. De arena. Oké, leuk. Handig. Nice. Oké, Icarus. We zijn er! Ja, maar daar blijven staan, mooi in de schaduw. En wij gaan een beetje zwemmen. Naar boven, misschien is dat sneller. Zo. En we zijn boven. Hey hoi. Ik dacht van, je kunt er gewoon afspringen, maar blijkbaar niet. Nog zo te zien een standbeeld. Het is wel nice het eigenlijk. Mooi gedaan. Ah ja, voor deze tijd toch? Ah, oh, hier is er ook Bladsmith. Ja. Wist ik niet. Een hond. En hier even naar beneden springen. Oeps. Allee. Zij het een keer. I hear nothing but the wind. Exactly. Nothing. Right. They tell me you could hear the crowds from all the way out here. The thirst never quenched. Thirst? For what? Combating the arena, Lord. Mistios. Life and death in their purest forms. Love, hate, glory and ruin. All there for the crowds to devour. En ik ga het weer tot leven mogen wekken, want het ziet er een beetje dood uit. Mentioned this place, and you. It called for fighters from all over the Greek world. These walls no longer shake because there are no heroes left. The crowds don't care about real fighters anymore. They just want blood. But you, Mistios, you could change that. You could make them care. And win riches beyond your wildest dreams, of course.
if you were to fight and win. Mm-hmm. Perhaps I can make the arena walls shake. Kom once dan. Again. Good. Zal de arena eens laten beven zoals je zegt. Hoe are my opponents? As a new contender, the choice of opponent will be yours. No slaves here. No hapless criminals. Just warriors with a resolve to spill blood for the crowd. I see. There okay. are five current champions. Each one more bloodthirsty and ruthless than the last. You'll need to defeat each of them if you are to be called hero of the arena. Tell me more about the arena. It's been here for decades, but recently it's changed. As most things do. True. Fighters today care only about drachmi, not honor. And the crowds now come only to watch one warrior gut another. They're jaded. They want more than just killing. They want cruelty. Okay, then. My blades and I are ready. Choose your opponent. Okay, Oké, dus je ziet de levels ook. Ik ben overleveld voor die drie. Die ga ik goed kunnen, maar ik wilde die guy doden. Maar ik denk dat ik eerst mijn blade ga gaan levelen. Want ik weet dat het is... Ja, ik kom zo biedt terug. Ik ga even snel naar de andere kant van de wereld varen. Is er hier een quickspawn of zoiets in de buurt? Ah, oké, ik heb hier... Oké, dat is goed. Dan moet ik maar een stukje terug varen. Maar ik zie jullie daar. Ik ga me helemaal naar daar. Ja, fast travelen en lopen. Alhoewel, dat duurt niet zo lang eigenlijk. Helix credits. Oh ja, dat is zo in-game currency ook nog. Maar oké, tot nu toe. Hoe is het bij jullie gegaan? Hoe zijn jullie examens gegaan? Jullie rapporten? Zijn jullie door? Vinden jullie de zomer leuk met al het goede weer? Nu is het wel leuk, het is wel frisser nu. Het is wel mooi weer, maar het is wel frisser dat het toe al deugt. Maar je ziet het wel nog een beetje dat het een beetje dik staat hier. Het valt nog mee. Ah, het is veel beter dan de vorige keer. De vorige video, daar was ik echt een hamster. Maar oké, het is geladen. We kunnen dus naar binnen. I love a good moon. Inderdaad, win all 5 battles against the arena champions. Oh, oké. Okay. Even een vlammetje erbij. Lopen. Flexjes. Ik denk nog altijd dat dat sneller gaat dan gewoon lopen. Maar ja, ik weet niet al. Moeilijk met iemand vergelijken. Hi, we zijn er bijna. Upgrade to spear, level 38. Hupsa. Laten we zien, dan gaan we denk ik terug ook even naar de gewone wereld. Elke keer als we de spear upgraden, gebeurt dat wel. Ik weet al, prater. Waar is mijn spear naartoe? Oh, shiny. Shiny, holy damn, dat ziet er nice uit. Oh nee, oké, we gaan dus niet naar de... Hoe zie je het? Wow. Oh wow, dat blijkt me niet veel. Spear upgraded. Waar heb ik er nu bij? Half of zo zeker? Ah ja, achter... Dus ik heb procent... 9% health gained per adrenaline spent. Oh. Oké. Quest. De volgende zal wel veel zijn zeker. Upgrade de spier. 9 fragments. Wow. Oké, hier de arena. Dan gaan we daar terug naartoe en dan gaan we vechten. Ik begin al honger te krijgen en mijn pc is bijna plat. Helemaal terug naar daar, dus we kunnen... Kunnen we daar nog fast travelen? Ah, nice. Kijk, we kunnen de arena fast travelen. Handig. Ik ga er wel even mijn laptop insteken.
Ik ga proberen, ja, zoals ik al zei, deze video iets langer te maken. Omdat ik een tijdje niet heb kunnen uploaden. Ik ben nog altijd bezig met Assassin's Creed Odyssey. Ik weet het, ik zit heel veel achter op andere mensen, maar ik vind dat totaal niet erg, want dan kan ik heel lang deze game spelen. Want tegen dat de volgende uitkomt, dat is toch nog een tijdje. En dan ja, kan ik deze gewoon lekker verder spelen. En dan is het niet zo, ja, na 2 weken heb ik uitgespeeld, dan kan er nu niets meer mee doen. By the way, ook, ik ga Far Cry 5 en Watch Dogs 2 terug wegdoen, maar ja, ik speel dat toch niet meer. Dus als er iemand in deze video kijkt, geïnteresseerd is, je mag mij altijd iets in de comments zetten, dan kunnen we eens kijken. De prijs weet ik nog niet, want ik heb er totaal niet naar gekeken, maar ik weet wel dat ik ze weg ga doen. Omdat ja, Watch Dogs 2, het was een leuke game, maar ik zou het echt totaal niet meer spelen. En Far Cry 5 speel ik ook, ja. Ja, ik weet niet, ja, ik wil liever Assassin's Creed eigenlijk. Ik vind dat leuker om te doen, maar ja. Oké, buiten dat, we gaan gewoon even praten met die gast en we gaan die, wat mercenary is het, denk ik. Choose your opponent, I'll choose my opponent. Rasmus et Halater. Debts to collect. I see. Anyone in particular come to mind? Yes, yes, yes. Dat was die gast die ik nog niet kon verslaan dat hij hier in de arena zat. Ik heb een puist. Och ja, maakt niet uit. Ik ben honger te krijgen. Doe me weer mooie timing ook. Het is juist een half een video. We zitten op 17 minuten. Ik krijg honger. Ah, die heeft een hond. Ah, moet je nu echt die hond doen? Maar hij ziet er wel dutse uit eigenlijk. Om eerlijk te zijn. 6 net, oké, die hond is al dood. Wacht hè, even kijken. Hier een. Oh, wacht, er staat nog. Wacht, mijn paddel staat nog niet goed. Rondje. Run! Rondje, oké. Okay. Nee, al 2 rondje. Oh, wat? Oh, er staan er. Ah, ik moet een hop laten ook, want het staat spekkers. Voor poison. Ik wil gewoon een beetje met mijn arrows ook gedaan hebben. Oh. Oké, ja. Fuck de arrows. We gaan er langs je kanten. Oké. It's hammer time. Oh. Ik ben echt niet goed bezig. Ik ben niet goed bezig. Ik ben veel te slecht aan het opletten. Oké, heal. Wel, een boog is zo moeilijk, hè? Oké, en we gaan het afmaken. Hupsa! Home run! Hell yeah! Woe! Oké, okay, mercenary menu. Even kijken. Dat was wel een leuke weg. Ik was er echt veel te slecht bij een tikslijstrem voor assassination. Zo, hij is toch dood. That was for the dog. You dead. Al die mensen van keihoog level dat ik tegenkom. Oké, mooi! Noem mercenary. Oké, volgende! Kom! We gaan erin vliegen, man. Die eerste paar gaan we uitroeien. Ik hoop dat de microfoonkwaliteit ook nog goed is. Want ik heb daar een beetje mee geprutst met die video van Andy. Dus ja. Oké, laten we de eerste champion verslaan. Toch laag level, dus hoor, een beetje door gemakkelijk. I'll fight this king of the bandits. Let's go. Bloodsport. Oké, mooi.
even sturen naar mijn vriendin. You want the best! I said, do you want the best? Ah, nu staan er zo van die spijkers ook. You want the best! I am the best! Place where you can earn rewards for fighting opponents. Is it? Oh! Jullie zijn allemaal dood. Jullie zijn veel te zwak voor mij. Oké. Oh. Hupsa. Oké. Okay. We gaan ze even groeperen. Ze zijn met vier, dat is goed. Oké, wacht, ik moet even verder staan. Ops. En we zitten zien ook poison. En paard toch, niet allemaal. En hups, die is ook dood. Big dude. Oops. Oh, that's so nice. Oké, okay, ja, maar ze zijn nog veel te laag level. Die gast is ook zo. Die ziet er ook echt niet uit, hè? Oh, kijk eens. Hey, dit. Dit en dan. Oh. Hallo. En dit. Dan staat hij al in brand en hij is al bijna dood. Oké, okay, even switchen. Ups. Oh. Oh, ik hou van die move. Oh, die is zo nice. Oh, we hebben een nieuw ding. Dat is nice. You have defeated. King of Bandits. Mooi zo. Was er nu ook een cultus member? Ik heb er eigenlijk niet op gelet. Oh, oké, kijk naar mijn artifacts eigenlijk zo biedt. Ik weet nooit dat ja, want ik kreeg zo'n een gouden ding. Dus meestal zijn dat dan cultus members. Maar oké, ja. Even terug de map inladen. You must have done well in there. Did you not see? I haven't seen a fight from inside the arena in years. But if the crowds are cheering like that, perhaps I have a hero. Yes, my slam. Of course they cheer for me. Who could resist cheering for a warrior legend in the arena? Maybe the stories I've heard are true. Skura. Marion? Ah, Mistyus. I knew it as soon as I laid eyes on you. You could be hero of the arena like Skura. If you keep fighting, I foresee a long and profitable career for both of us. Talk to Skura when you're ready to continue. Okay. Maar eerst gaan we nog een beetje vechten. Nee, eerst gaan we kennen dat dat nu een cultus member was. We hebben een nieuwe gauntlet, ja. Met overpowered abilities. Wow. Dat zou die R1 en L, R2 ter lijken doen. We hebben blijkbaar ook wapenschot. Hier ben ik niks mee. Oké, even kijken. Quests, ja. Nee, het was geen cultus member. Oké. Okay. Choose your opponent. I'll fight Bolos, the beast of Sparta. Like a wild animal. Let's beat his ass.
Oké, volgende. Nog een beetje water drinken, want het is warm, dus stay hydrated. Ja, ja. Hopelijk gaat het snel lezen. Wisselen. Oké. Ups. Oh, vuur nu. Oké. Even kijken. X. Oh, ga jij kwaad worden of wat? Hier jongen. Oh, kwaad worden. Oh, ga jij kwaad worden? Mes door je hoofd, jongen! Sorry. Oké. Okay. Oké, okay, maar waar zijn ze nu? Er is een big guy bij. Oh, en ik zit een spijker achter mij. Is niet zo handig. Hups. Oh. Nog een bij. Maar ik loop nu weer in spijks, godver. Ah! Oké. Okay. Ah. Poison doet de rest wel bij die as. Hopla. Mooi, oké. Okay. Nog. Ja, goed zo. Slim jongen. Oké, wacht, geef mij even schild. Dank je. Smash. Kom daar. Wave 4, kom dan. Oh, big dude. Oh, meerdere big dudes. Wacht even. Maar. Oh, hier zit er ook nog een zo te zien. Oh, even door het vuur rollen. Oh, en tegen de spijks lopen. Oh, ik ben beu eigenlijk. Even naar mijn knuppel. Smash! Nu die doet. Weer terug naar mijn zwaardjes. En die gasten in de schild afpakken. En die zijn ook dood. Oké, okay, boss fight. Kom dan. Oh, die ziet er al wat beter uit dan de vorige. Zo. Oh, ik moet mijn pijl nog een keer gebruiken. Zijn vuur. Ik ben weer niet zo slim bezig. Ik kan beter gewoon met mijn warrior ding gaan, maar ik heb er nu geen zin in. Oké, okay, zo. Zo. En kom eens even hier. Waarom ga je niet... Ah, hij brandt al. En die is ook dood, zie. Voilà! Zo moeilijk is dat. Oh, die was wel een cultist member. Hé, hey, mooi. Handig. Dat is een ook cultist member minder.
Dat is gemakkelijker, dan moet ik ze niet gaan zoeken. Als ik ze gewoon zo tegenkom. Ah, we zijn al een half uur bezig, holy damn. Ik ga nog één doen. Gewoon omdat het kan. Ik wil nog één doen. Your blade, Mystius. The spear. It reminds me of long ago. Of the Persians. This spear has killed many Persians. As have I. On the battlefield. And in the arena. In the Persian Wars? I did. What was that like? Hard. The Persians were a formidable enemy. They had the numbers. They had warriors from atoll conquered lands in their armies. It took a united Greek war to turn them back. Anything less would have been total defeat. A united Greek world. Seems like fantasy now. Agreed. But coming back from the war was harder than the war itself. Meon and I found daily life afterwards to be difficult. We had been men filled with life and death purpose. We found that again in the arena. Yeah, okay, that's what I said. What was the arena like in your time? It was a place of honor and heroism. I bathed my blade in blood for years. But that was a different time, and I was a different man. Nou, ben ik hoor het ook en is heel rustig nu. Exactly did you become hero of the arena? What did you do? I survived. No, that's it, ja. I have to go. You've done a warrior's job in the arena. Keep it up. Thank you. Zal ik doen? Maar we gaan even die derde gast nog doen. I'll hunt Ivanti in the arena. En dan houden we de video in. En, oh, dat was misschien een beetje luid. Wieps. Maar ja, we gaan dus die gast nog doen. Dan zitten we ruim over de tijd. Ik ga deze video gelukkig nog op tijd online krijgen. Dat ik er mega vroeg aan begonnen ben. Want het is nu nog maar 17 na 12. Dus dat is goed gepland van mij. We gaan nu wel heel veel tegenstanders en heel veel waves krijgen. Voordat we even die gast kunnen vechten waarschijnlijk. Yep, ja, kom, laat mijn hond beginnen. Here we go. Oh. Oké. Okay. Breng ik nu honden? Oh, wolven! Matties! Oh, die zijn wel sneller dan die peetjes. Oh, dat was special. Beetle. Die heeft dus al eier. Mooi. Oh, golven. Zijn nu echt? Mijn broeders. Maar die wolven zijn te snel, hè. Ik kan niet schieten voordat ze bij mij zijn. En even een schaduw. Oh, dat was mis. Opsta, 50.000 tegen bakkers. Allee. Oh, wat? Ik weet wel wat we gaan doen met de blade. Oeps, fire aan. Allee, beest gaat van mijn rug af. Serieus. Okay, even healen. Wat? Wat? Waar was mijn halve naartoe? Oké, ik was dus weer niet aan het opletten zitten zien. Ja, dat krijg je dus van als het veel te moeilijk wil doen. Als er weer te veel met boog wil rondchollen.
Nou, best wel zo gaan we de tand. Dat sprong de hele tijd op mijn rug. Maar ja, ik kan daar niet veel aan doen. In dacht wel, maar ja. In dacht zouden we dat ook niet overleven als er een wolf aanval bij Isaac. Zei dat je, alhoewel, ja, het wapens. Ja, misschien wel. Oké, okay, eens zien van waar dat we terug opnieuw moeten. Dan gaan we het opnieuw doen. Nou, terug van hier gewoon, oké. Let's go. Choose your opponent. I'll hunt Ivanti in the arena. Ja, let's go. Oké, dat was dus een foutje van mij. Kan gebeuren. Niet aan te doen. Ik hoop echt dat de microfoon juist staat eigenlijk. Dat het niet te luid is ofzo, of te stil. Nee, dat was toch plan. Oké. Oh, wow, ik heb je niet raakt. Hoe dan? Maar dat je niet kan looten. Ik heb wel leuk gevonden eigenlijk hebben. Nou, goed zo. Doe het een beetje op jezelf, jongen. Verstandig, verstandig. Kijk, zo kan je boog wel makkelijk gebruiken, dat is wel handig. Is ook dan. Volgende wave alsjeblieft. Ah, oh, dat is die kat weer. Wat ding is er zelfs? Hoe agressief dat dat beest is. Kom maar. Hopsa, smash! Okay. En nog een home run! Oké, okay, is goed, het is uit. Oh. Jij ook nog een beetje? Alsjeblieft. En terug, ik healen. Oh, what the? Ik moet fucking beer wachten! What the fuck, jongen, doe ik in de bal! Twee meer! Wolf! Shit! Oké, okay, eerst die gast. Oh nee, oké, okay, misschien toch niet. Hoe de hel moet ik dit? Hoe de hel moet ik dit? Twee bergen vechten! En een dude! Nee, die dude me dood, die dude me dood. Eerste dude. Nee. Ah, ik zei de fek! Yeah, run van de beer! Oké, okay, even op die beer zijn hoofd schieten. Oh nee! Op de beer! En op de beer. Hoe moet ik dat doen? Ghost arrow. Die is dood. Ghost arrow. Oké. Okay. Die is ook dood. Nee, dat niet. Nu wel. Oké. Okay. En de beer. Oh, die heeft een lion. Oh. Die beren kunnen looten. Dat zou handig zijn. Ghost arrow. Oh. Hupsa. Hij schiet even op je eigen leeuw, jongen. Hups, die is dood. Take it easy. Kom dan. Oh, wat? Dit hier nu weer al. Even gepoisoned. Ik zit weer in de spijkers. Dodgede. Ai. Ah, ik zijn de fek.
Even de superattack. Oh, die fuck, keiveel HP jongens, zie je winnen dat ik me doe. Oh. Oké, dan gaan we even met de pijl, een boom. Oh. Oh, daar is ze. Ik was ze even kwijt. Poison, mooi. Even vuur aanzetten. Oh. Er keren knopjes. Oké, kom maar. We gaan het ook eindigen met een out of the park. Oké, nu out of the park. Hupsa! Knockout! Out of the park! Woe! Oké, die was toch al een stuk moeilijker. We hebben de banditboog gekregen. Juist. 2200 drachmi erbij. Oké, netjes. 42 minuten. We zijn mooi op tijd eigenlijk. Ik vind al goede tijd voor een extra lange video eigenlijk. We hebben drie mensen voor... vier. Hier, die ook nog. Dus die mercenary en die drie personen van net. We hebben onze speer geüpgrade. Dus ja, oké. We hebben many privileges outside those of pleasure, fame and glory. Tell me, Mistyus, do you have anyone close to you? Friends, family, lovers? You seem lonely, old man. Don't you have anybody close to you? My daughter's very important to me. What about your family? Your daughter? My beloved Anea. The first time I held her in my hands, I knew I'd never be able to kill again. She's the reason I stopped fighting, even if I can't disentangle myself from the arena entirely. How long ago was that? Years ago. Many years ago. Surely you have friends from your days in the arena. I did. What happened to them? I'm hero of the arena. The number one champion. I've killed them all in honorable combat. They rest down the coast from here. That's echt sad, man. Don't push any further. Holy shit, that was echt sad. I envy you, Mistyus. You have everything to gain. Don't let it slip away. Oh, dat is echt sad, gast. Oh. Zijn dochter is hier zo te zien ook nergens, hè. Dus ik vraag me af wat er daarmee is gebeurd. Maar oké. Dat is de video voor vandaag, mensen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk in de volgende video terug. Dus morgen voor Prison Architect. Ik voel nog wel een beetje mijn kaak, maar het gaat gelukkig. Ja. Het gaat gelukkig. Dus ja, tot in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Peace.